Bab zijn is eigenlijk een heel solo beroep. Hè. Je staat er in je eentje voor, wel met de samenwerking van de gemeente achter je natuurlijk en met de bodus. Maar het is ook zo goed om nou, ook weer verder te kijken dan je eigen spectrum. Nou ja, dan kun je van elkaar leren. Het is ook fijn om gewoon ervaring uit te wisselen. En ook om te zien hoe het vak verder gaat. Het is enig om mensen blij te zien, gelukkig te zien en hun dag een extra tintje kleur te geven. En zo zijn er ook trouwerijen en bruidsparen die je als Babs niet licht vergeet. Hij was terminaal ziek. Kindje van 7 wat buiten speelt. Een kindje van 6 maanden in de wieg. En dan zit je met een man die kaalgeschoren is. En nou, nog wel dat moment wil pakken om samen met zijn geliefde te zeggen, nou, voor ik het leven uitstap wil ik in ieder geval met jou getrouwd zijn. En dan kun je het niet hebben over de toekomstplannen, maar dan kun je het wel die dag raak maken. En ervoor zorgen dat het die dag voor hun in de herinnering altijd is van, hé, maar toen zijn we getrouwd. Dus ja, dat is een zeer, zeer dankbaar beroep.